Cultuurorganisatie NAX wil werken aan het vastleggen van Surinaams cultureel erfgoed om de immateriële lijst van de UNESCO. Dit bevestigt de artistiek leider van NAX, Darryl Geldorp, in gesprek met onze redactie. Geldorp zegt dat de organisatie als aanzet reeds bezig is met het onderzoeken van verschillende traditionele dansstijlen. De organisatie vindt het belangrijk om te werken aan het vastleggen, omdat de cultuurkennis moet blijven bestaan, zegt Geldorp. Nu zijn we bezig met het onderzoeken en vastleggen van setdans. Heel veel jongeren weten wat setdans is. Misschien de ouderen wel, maar misschien zijn er jongeren die daar willen helpen om het te onderzoeken en vast te leggen. We hebben ook nu een groep jongeren die bezig zijn met onderzoek en vastleggen van de banya. En dit als we goed hebben vastgelegd, willen we dan aanbieden aan UNESCO om te plaatsen op het lijst van immaterieel, materieel erfgoed. Met de focus op het bijbrengen van educatie onder vooral de jongeren, tracht NAX dit jaar de focus te leggen op het bijscholen. Het is belangrijk om bewust te zijn dat identiteitsontwikkeling hand in hand gaat met het ontwikkelen van cultuurkennis. Omdat cultuur part of your culture, is jouw identiteit, het maakt ook een deel van wie jij bent als Surinamer. En het zijn elementen die zijn gecreëerd ontstaan tijdens de periode van zijn voorouders. Dus het is best wel van belang om dan te behouden en ook eventueel verder te ontwikkelen. Want het is echt deel van wie jij bent en iets om trots op te zijn van het is van mijn voorouders. Daarom moedigt Geldorp jongeren aan om deel uit te maken van een culturele organisatie voor het verbreden van de cultuur, evenals geschiedeniskennis.